Ik vind dat elk medisch specialist zich moet realiseren dat de gevolgen van traumatisch hersenletsel langdurig kunnen zijn. Ook als je aan de buitenkant niet ziet. En dat betekent dus ook dat je mensen niet naar huis kunt sturen met een mededeling. Er is niet zoveel aan de hand, het valt wel mee. En kom maar terug als het niet gaat. Want dan is het vaak te laat. Dan hebben mensen problemen met hun werk, met hun relatie, met hun gezin. En ik denk dat je veel eerder moet ingrijpen als patiënten met klachten bij je komen. Ik ben Joukje van der Naald, ik ben neuroloog, werkzaam in het UMCG. En mijn aandachtsgebied is traumatisch hersenletsel. En dat betekent dat mijn expertise ligt bij de patiënten bij traumatisch hersenletsel, de gevolgen. Hoe zou je traumatisch hersenletsel kunnen vaststellen? En wat is de beste manier om patiënten te begeleiden? Elk jaar in Nederland komen 85.000 patiënten naar de spoedeisende hulp, omdat ze een hersenletsel hebben opgelopen. En het zijn meestal mensen die een lichtletsel hebben opgelopen, zo'n 85%. En de rest heeft een ernstig traumatisch hersenletsel opgelopen. En de meest voorkomende oorzaak is het verkeer. Dat zijn vooral de jongere mensen die in een verkeerde ongeval oplopen. Maar tegenwoordig zijn er ook veel ouderen die aan het verkeer deelnemen. Maar ook een ongeval kunnen oplopen doordat ze van de trap vallen. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste categorieën. En al die mensen komen thuis, dus daar hebben ook huisartsen veel mee te maken. Want we weten ook uit onderzoek dat een kwart van de mensen, ook na een lichtletsel, zoveel klachten houdt dat ze maanden, zelfs tot een half jaar na het ongeval, niet in staat zijn om hun werk of hun eerdere activiteiten volledig te hervatten. Traumatisch hersenletsel wordt niet altijd herkend en dat is toch wel erg belangrijk, want mensen kunnen soms maanden rondlopen met klachten die niet herkend worden. Het is vaak aan de buitenkant ook niets te zien. Terwijl mensen klachten kunnen hebben van concentratiestoornissen. Ze kunnen zich niet goed focussen. Als ik met patiënten praat, noem ik het vaak filteren. In het dagelijks leven kun je heel goed je aandacht op een bepaald iets richten om een taak uit te voeren. Je wordt dan niet afgeleid door geluid om je heen. Of doordat mensen praten. Of dat de telefoon gaat. En mensen die bijvoorbeeld een licht traumatisch hersenletsel hebben gehad, die zijn ontzettend snel afgeleid. Ze kunnen het wel, ze zijn vaak heel erg bang dat ze bepaalde taken of uitdagingen, dat ze kunnen het wel, maar dat kost ze meer moeite. En dat betekent dus ook dat ze aan het einde van de dag vaak erg moe zijn. Ze slapen ook meer, ze hebben soms hoofdpijn. En dat is vaak heel moeilijk aan de omgeving uit te leggen, omdat ze overdag wel in staat zijn geweest om een heleboel activiteiten uit te voeren. Maar het kost hun meer inspanning dan voor het ongeval. Het is dus heel belangrijk dat de omgeving toch zich bewust is van het feit dat mensen hun activiteiten niet goed kunnen hervatten, terwijl je niets kunt zien. En eigenlijk geldt het ook voor mensen die een ernstige letsel oplopen. Die hebben vaak een lange revalidatietraject achter de rug, ze komen uiteindelijk thuis. En de omgeving die snapt heel goed dat er duidelijk een ernstig letsel is geweest. Maar op het moment dat mensen thuiskomen, dan zijn alle fysieke problemen hersteld. En dan komt het vooral aan op je cognitie. Dus op je geheugen, op je concentratie, maar ook op je gedrag. En gedrag is vaak heel lastig te begrijpen voor de buitenwereld. Mensen zijn dan net iets te ontremd. Ze worden net te snel boos. Ze houden zich niet aan de sociale regels. En voor de buitenwereld is iemand dan toch min of meer hersteld. Terwijl het wel veel problemen kan geven in je relatie bijvoorbeeld. Of als je kinderen hebt die je op moet voeden, maar ook in je werk. Je hebt toch bepaalde regels waar je aan moet houden. En dan zie je dus ook dat in die ernstige groep met gedragsstoornissen, dat die redelijk lijken hersteld en dat ze vaak op lange termijn tegen heel veel problemen aanlopen, waar op dat moment dan ook geen begeleiding meer voor is. Nou, huisartsen kunnen zeker patiënten doorverwijzen wanneer patiënten aanhoudende klachten hebben. Je kunt dan patiënten doorverwijzen naar de neuroloog of naar de revalidatiearts. In een eerste instantie wil je dan toch weten in hoe ernstig het ongeval is geweest, of mensen lang bewusteloos geweest zijn of in de war. Dat is een belangrijk criterium. Vaak is er wel een CT-scan gedaan. Als mensen dan aanhoudende klachten hebben, dan doen wij vaak een MRI-scan. Daar kun je die spoortjes bloed op zien, als bewijs dat er toch wel schade is opgetreden in de zenuwbanen. Je kunt ook een neuropsychologisch onderzoek doen om te kijken in hoeverre er concentratiestoornissen zijn of geheugenproblemen. Nou, er zijn verschillende behandelingen of manieren van begeleiding mogelijk bij patiënten.
Je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat als mensen problemen hebben met werkervatting, worden gehinderd door concentratie of geheugenproblemen, dan kun je daarin op de werkvloer begeleiding krijgen. Je kunt ook via de psycholoog begeleiding krijgen. Als het op het terrein is van gedrag, dan kun je ook veel meer een begeleiding krijgen waarin het gericht wordt op je vaardigheden in de sociale situaties, hoe je daar moet gedragen. Het kan ook zijn dat mensen als gevolg van de beperkingen die ze ervaren stemmingstoornissen hebben, of dat ze depressief zijn of juist angstig. Dan zul je daar wat meer op moeten richten. Maar in de beginfase, bijvoorbeeld na een licht traumatisch hersenletsel als mensen vastlopen, hebben wij ook een behandeling ontwikkeld waarbij je veel meer richt op de coping. Dus hoe ga ik met mijn beperkingen om en hoe probeer ik daarin toch een manier te vinden om weer mijn activiteit op te pakken.